En jullie, we staan een beetje droevig te kijken naar afloop van de wedstrijd. Logisch, want dit is echt een anticlimax, denk ik. Ja, dit voelt heel slecht. De club zat in een positief vaarwater. Vorige week 1-0 lof hoe we het hadden gedaan tegen Sparta, een nieuw stadion. Opeens hadden we weer perspectief in die tweede periode. En dan starten we goed aan de wedstrijd, 19 minuten 2-0 voor. Wedstrijd in handen. We speelden ook nog behoorlijk goed, vond ik. Ja, en dan geven we een doelpunt, eigen doelpunt weg. En vanaf dat moment raakt iedereen de kluts kwijt. Iedereen zakte naar een bedenkelijk niveau. De ploeg ging achteruit lopen, geen druk meer vooruit. En de ene individuele fout in de andere. En al met al het doelpunt te makkelijk weggegeven. Ja, goed, Omniel zat er bovenop. En ook hun verdiensten. Maar goed, wij doen niet goed. In de rust aangegeven dat we weer vooruit moesten terugknokken in de wedstrijd. 1-1. Wat bedoeld hoort. En dus uiteindelijk niet gelukkig, niet slecht. Het gek is dat je dan in de tweede helft gaat beginnen. En dan krijg je weer het probleem van FC Dordrecht. Een beetje die eerste 5 minuten van de tweede helft. Weer een goal tegen. Ja, nou goed, dat kan een keer. Je kunt een keer ongelukkig doelpunt tegenkrijgen. Maar het is niet voor de eerste keer dit seizoen. Nee, en dan moet het dan beblijven. En dan zie je toch dat we in die fases gewoon labiel zijn. En dat het hele elftal snel in de war raakt. Dan heb je eigenlijk leiding nodig. Ja, om daar bovenop te komen. Dan moeten een aantal spelers dat in handen nemen. Nou, dat is niet gebeurd. En dan noem ik verder een naam meer, maar dat is niet gebeurd. Ja, dan zak je weg. Hè. Dan is het van de Delft uit elkaar. Iedereen zakt naar een bedenkelijk niveau. Ja, en dan verdien je het uiteindelijk gewoon niet. Had je wel verwacht dat er iemand zou opstaan? Je hebt natuurlijk de leiders langs de kant zitten door blessures en schorsingen. Maar had je verwacht dat er vandaag wel mensen zouden opstaan? Of willen opstaan? Nou, ik heb gezegd dat er een aantal spelers aan de kant zitten. Dat is een gegeven. En natuurlijk komt ons dat nu duur te staan. Hè. We hadden nu eigenlijk iedereen aan boord moeten hebben. Om zaken te doen, maar goed, het is niet zo. Ik heb gezegd, andere spelers moeten opstaan nu. Het is nodig, wil je wat in die tweede periode kunnen realiseren. Ja, nou, nogmaals, beginfase wel, hè, als team gevoetbald. Prima 2 doelpunten gescoord. Ja, en dan een fout en toen viel alles weg. Is er dan aan jouw kant berusting van, nou, dit is nou eenmaal het FC Dordrecht van dit seizoen. Het heeft pieken en grote dalen, of zit er nog verbetering in? Ja, goed, ik ben hier niet tevreden mee. Ik vind het doodzonde voor de club, voor de achterban. Trouwens, compliment voor de supporters, hè, hoe zij toch tot het laatste moment de ploeg bleven steunen. Dat is een compliment voor hun. We hadden daar in het veld veel meer mee moeten doen. Nou, vanaf de kant wilden we graag. Uiteindelijk zijn we 4-5 spitsen gaan spelen. Dat is natuurlijk een hele mooie gelegenheid voor de club om in zo'n periode iets te kunnen bewerkstelligen. Belangrijk voor de club. Ja, en dat we dat zo laten liggen, dat is uiteindelijk niet goed te praten. Dat is gewoon slecht. De tweede periodetitel is uit zicht. Wat is het toekomstige perspectief nu? Ja, het is nu wonderlijker. En zorgen dat we de draad oppakken. Ik heb al gezegd, we hebben ook nog een situatie op de ranglijst. Ik wil graag met de ploeg, met uitzicht op die play-off plaats, de winterstop in. Ja, daar zullen we alles aan moeten doen. En dat zal beter moeten dan vandaag. Ja, ook als iets tegen zit. Ja, we zullen weer... dat gevoel is het een beetje. We weer van voren af aan moeten beginnen. De komende weken keihard moeten werken om een beter niveau te halen. En of we de win nou voor of tegen hebben. We moeten daar gewoon meer van maken. En zullen we hard aan moeten werken. Dankjewel.